Ik was net in de wandelgangen. En daar wordt gefluisterd. Wat? Dat jij Wilma Nanninga bent. En dat Suzette is hier geboren? Dat Suzette is hier geboren en leerde hier lopen. En probeerde al door het, over het hekje te klimmen van de trap. Maar mijn moeder me een keer van af heeft geplukt vlak voordat ik neerstort. Okay. Dat was het. Dat was de natie voor een hele hoop ellende behoed natuurlijk. Was natuurlijk een heel eigenlijk een goed plan geweest van mij. Dus eigenlijk is het mijn moeders schuld, ja. Toch? Ja. En dan woon ik dus helemaal hoog. Dus dan woon ik aan de linkerkant. Ja. Hier lag ik in bed zo. Ik voel het gewoon wat? Weer. Nou, dat het hier was. Ja? Ja, echt. Nou kijk, Ferrie, en dan was dit, die dijk, ja. Paard van afsjezen met die slee. Oh, die is vrij hoog. Ja. Gerrit Cox vertelde mij ook dat hij met een slee van de dijk ging, maar dat was ongeveer zo hoog. Ja, nee, dit was een serieuze dijk. Dus als het gesneeuwd had? Zo, dan was het de partij glad. Jongelie, maar dat is toch ook levensgevaarlijk? Ja, maar toen was er natuurlijk niet zoveel verkeer. Alleen toen ik hier naar beneden ging een keer met de buurjongen achterop. Ja. En dus wij, en toen kwam een uitgang. En? Ja, die jongen liet zich eraf vallen, dus die slede kantel, dus op de stoep of zo. Ja, ja. We waren net gestopt, maar ik zat thuis zo min of meer verstijf van, we gaan onder de auto, lekker actieve Nanninga, weet je. Ja, maar je zat toch wel geschrokken, hè? Ik schrok me dood. Ja. En is dit ook de plaats delict waar je een jongetje... Ja, het was ergens... Nou, misschien is het wel die boom. Want het was een beetje zo uit het zicht. Ja, had ruzie met een jongetje. Nee, we speelden Indiaantje en Cowboytje. Oké. En ik was Indiaan. Ja. Ik had ook echt zo'n tooi en zo, alles. Ja. En zo'n bijltje van plastic. Oeh. Ja. En hij was cowboy. En ik zei, nou is het vervelend iedere keer die cowboys te winnen. Dus ik ga nu de Indiaan gaan winnen. En hij was ook vrij sterk. Dus ik bond het jongetje aan die boom vast. En holde daar even... Maar ging die vrijwillig zitten of... Een beetje opletten. Eerst bewusteloos geslagen. Nee, gewoon... En toen stond mijn moeder op dat balkonnetje en riep... Wilma, eten! ik holde naar eten. Helemaal niet meer denken aan. Nee, en mijn moeder kon het net niet zien. Die zag wel dat poppetje van Wilma daar ergens. En die boom. Maar hij stond onder dat loof natuurlijk aan die stam. En toen hadden we gegeten en zo. Maar hij kon zichzelf niet bevrijden. Nee, ik had dat vrij goed gedaan. Had je vrij goed een paar knoopjes ingelegd. Ja. En toen ging ik naar bed om 8:00. En ik gaf dat ik toen dacht van... Oh, shit, René. Dus ik zei tegen moeder... Mam, ik geloof dat... ik heb misschien... En jij stond er nog. Echt waar? Ouders dood ongerust. Zijn ouders, ja. Ik heb daar ook bijna... Ja, ik heb daar wel erge dingen gedaan. Mijn zusje was bang van de sirenes van het... Van het luchtalarm. En mijn zusje is 3 jaar jonger. Dus ik denk dat ik misschien 8 was. Van, ja, ik woonde nog daar en daarna gingen we verhuizen. En toen gingen de sirenes en ik was aan het spelen met een groot kleed. En toen dacht ik, oh, ze is er bang van. Dus ik deed het kleed overheen en helemaal tegen me aan. Toen werd ik gewoon bijna gestikt. Zo. Dus ik was echt niet zo, ik was wel, ik dacht niet over alles even goed na, zeg maar. Kom, we worden oud. We worden oud. Ja. Het is verschrikkelijk. Ja. Leuke tijd daar op de Hoge Boomweg. En pas daarnaast, toen zijn we een jaar in Amsterdam, zijn we vreemd gegaan in Amsterdam. Toen was mijn vader van neiging van dit maar naar Raad en Baat. Het was een reclamebureau in Amsterdam. Maar daar was deze oer-Rotterdammer zo ongelukkig dat na een jaar gingen we weer terug. Maar zij wilde dat niet tegen ons zeggen als kinderen, want wij zouden dan natuurlijk helemaal in paniek raken, want net dan weer vriendinnetjes en alles. Ja. Dus het was zogenaamd zo dat wij in de Alexanderpolder gingen kijken naar huizen. Want papa moest ik overschrijven.
Dus ik weet nog dat ik op de Otto van Doornplaats, waar we gingen wonen, rondliep. En dat ik tegen Maria zei, mijn zus, van ja, leuk, en dan gaan we nog een huis kijken, nog een huis kijken, en dan gaan we lekker weer naar huis. Maar toen aan het eind van de dag zei mijn vader, ja, nou, ik zal het jullie maar zeggen, we gaan hier wonen. En ik begin voor mezelf. Hier, dit is het. Hier was ik, ik ben hier begonnen in de vierde klas lagere school of zo. Ja. En ik heb hier gewoond tot ik eindexamen afnemen had gedaan. Wij waren de eerste, dat was de eerste flat die klaar kwam in Alexanderpolder. We hadden geen parkeerterrein, was zand. Daar reden vrachtauto's, jongens, van een speelterrein was dat. Ja. Echt, dat was, het winkelcentrum werd daarna gebouwd. We woonden daar in een negerij, in niks. Dus van je negende tot je zeventiende? Ja, negentiende, dus achttiende. Achttiende? Ja, toen ging ik in Parijs wonen. Ik ben met een heel hoog cijfer voor Frans geslaagd. En ik zei tegen mijn vader, volgens mij 9 of zo. Ja. En ik zei tegen mijn vader toen ik dat biertje had van, nou papa, nou ga ik in de journalistiek. Oh. Toen ik in Parijs woonde, schreef ik voor het Kappersbondsblad en de Havenloods. Hoe heette dat Kappersbondsblad ook? Zei het gewoon het Kappersbondsblad. Niet Succes? Nee, dat was een zakenbaanblad Succes. Daar schreef ik ook voor. Wat was dat dan? Ja, dat was een voor ondernemers, moet je je voorstellen, een 18-jarige in Parijs. Die gaat wijsneuzerig schrijven voor ondernemers, jawel. Maar het werd gepikt, had een eigen rubriek, Wilma Nanninga uit Parijs. Maar wat voor soort mensen kwamen hier dan wonen? Want, pioniers. Pioniers. Ja, pioniers. Weet je, Amerika? Ach, ja, we hebben nog wat Indianen weggejaagd. Wat een gelul zeg. Nee, maar er was eigenlijk niemand die hier wilde wonen, omdat het zo nieuw was. Er was niks. Nee. Dus er was toch ook één schooltje. Ja. Er was een kerk. En er was hier, er was één slagerij, geloof ik. Maar dan moesten we alweer helemaal verder naar een ander winkelcentrum voor groenten. Er was gewoon niks. Echt niks. Maar hoe zijn jullie dan verleid? Of was het een deportatie? Nou ja, nee, maar mijn vader wilde weer in Rotterdam werken. Want die zat bij dat Amsterdamse reclamebureau doodongelukkig te wezen. En die had toen bedacht, ik ga terug. Nou, dan moet het wel heel erg zijn geweest bij dat Amsterdamse reclamebureau. Ja, dat vond hij niet leuk. Dat wist hij hier. Nummer 32 voor zichzelf begonnen, daar waar je die Luxeflex ziet hangen. Ja. Daar was zijn kamer, dus dat hele kleine adviesbureau Nanninga, dat begon daar. Oh, ja. Kijk. Dit was de zandbak, dat is nu een bossage geworden. Oké. Waar kijken jullie op uit? Nou, hier op de zandbak. Dit is waar het was. Jullie hadden wel mooie balkonnetjes. Ja, dat is echt een mooi huis hoor. Ja. Echt hartstikke heerlijk. Ja. En dan had je beneden de slaapverdieping. Dus had je, mijn kamertje was in het midden. Mijn ouders sliepen daar links. Oh, dat is de begane grond. Ja. Groen. Dus heel veel groen. Opvallend veel groen. Beetje rotzooi. Maar ik vind het wel mooi overleefd. Alles is toch heel goed onderhouden als je kijkt. Het is niet een verkeerde buurt als je hier komt. Ik zou hier zo weer gaan wonen. Deze markt is nieuw voor jou? Ja, die markt is nieuw. Het rollatorgehalte is hier wel vrij hoog. Hè? Ja, dat is waar. Want ik heb me dat wel eens afgevraagd. Hè? Dan zag ik die krant van je en dan dacht ik, wat zijn dat nou toch voor oude hoeren dat ze dat allemaal aan het mens vertellen, joh. Wat is hun doel en zo? Waarom doen ze dat? Ik denk dat heeft dat met jou te maken? Ik denk dat ik wel kan luisteren. En ik denk dat mensen altijd het makkelijkste verhaal vertellen aan iemand die ze niet echt heel goed kennen. En daar komt denk ik ook bij dat als je praat over bekende Nederlanders, die begrijpen wel dat je blijft bekend. Niet alleen doordat je plaatje ziet, maar ook doordat je wat van jezelf laat zien. Dus het gebeurt echt dat mensen gewoon bellen en zeggen, joh, ik heb dit en dit beleefd. Zij is heel goed in, en die huisman. Die wordt achtervolgd door walvissen of er gebeurt iets. Net op het moment dat hij iets wil vertellen. Dat is marketing.
En de ene artiest heeft dat beter door dan de andere, maar de echt grote in Nederland hebben dat allemaal door. Volgens mij heb ik hier mijn eerste BH gekocht. Echt? Oh? Ja, die zat er toen ook om. Ik weet niet of dit nou misschien een ander merk of zo, of een andere... Maar andere grootte, denk ik. Zeker. Ik begon met een gewone haak. Dat is niet meer het geval. Oké. En dit is een kapper geworden. Nee, niet meer. Zelfshop moet je... Hair self shop moet je jezelf knippen dan. Nee joh, dit was toch eerst een kapsalon dan of zo? Nee, die zit hiernaast. Die zit er nog steeds. Oh, oké. Okay. Dit was er ook al. Dit was Woepie. Hoe heet het nu? Woepie? Woepie, ja, dat is een snackbar. Maar je beweegt je toch wel in een wereld. We komen er straks wat uitgebreider op. Waar sommige mensen toch bang voor jou zijn. Als ik mensen hoor zeggen dat ze bang voor me waren, dan dat verbaast me dan. Dan denk ik van nou, ik ben toch eigenlijk niet een gemeen, vervelend persoon. Ik heb altijd gezegd, ik moet elke avond in de spiegel kunnen kijken en tegen mezelf zeggen, ik heb vandaag niemand kwaad gedaan. Want anders kan ik het niet meer leven. Dus ik denk dat ik in de sterrenjournalistiek wel mijn grenzen had, ja. Ja, maar die zijn toch wel rekbaar, vind ik, voor de een en voor de ander. Waar de ene grens voor de een ligt, ligt die... Dat is toch wel heel erg moeilijk manoeuvreren, denk ik wel. Ja, nou, ik heb altijd maar gezegd, ik durf elke vraag te stellen die ik zelf zou beantwoorden. Ja, ja. Dus, ja. Maar ik ga heel ver, dus ik geef dat toe. Dus het kan best wel eens dat ik vragen heb gesteld aan mensen waarvan ik denk, waarvan zij dachten, nou, die is brutaal. Volgens mij is het... Zo, en dan daar onderdoor, toch? Dat weet ik niet. Ja. Laat mij vragen. Nee. Ik zou wel zeggen... Is het gezellig? Een kist willen jatten. Ga je nu tikken? Mooi. Hij steelt kersen. Ik kan zo moeilijk één kers afbreken. Toch? Dat kan ook niet. Wat doe je nou met die pit kersenboom? Vroeger deden we handjes erin. Toen we nog op de lagere school zaten. Het is... Oh. Zeg, mijn kuiten beginnen een beetje te klappen. Ja, het is wel in de buurt, maar ik weet het niet meer. Volgens mij die kant op. Ja. Nog ietsje verder. Dan lag het wel in Alexanderpop. Dat wel. Ja. Oké. Okay. Ik ging als klein meisje alleen naar school hier, joh. Ja, ja. Nou, dat lijkt wel op een schoolgebouw met die vlaggetjes. Oh ja, kijk, en daar is die kerk. Dat is de Emmauskerk. Ja. In mijn gevoel is dit het niet, hoor. Het is aan de andere kant. Dit was het. En hier is... ja. Want het was ook best groot. Veldje. Ja. Hoewel. Ja. 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 Dat is een speel. Ja, volgens mij hing zelfs dat basketbalding er al. Niet dat we dat konden, hoor. Nee, ja. Maar hier... En die boom, ja. Dat is gewoon nog mijn boom. Hè, boom? Staat er een hartje in? Nee, maar hij stond er wel. Ja, ja. Ik zat volgens mij in de 5e klas hier. Ja. En ik was een heel ijverig meisje. De 5e klas was daar ergens boven. Hè? Ja, 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 ja. Dat is de bovenbouw. Maar ja, dat wisten we toen nog niet. Het had gewoon 6 klas, maar ik zat in de 5e klas. En ik had een meester en die zag mij gewoon niet zo zitten. En toen was hij een keertje heel erg kwaad op mij geworden. En had hij gezegd, Elma! En ik stuur eruit. En nou moet je, weet ik het. Toen was ik naar huis gegaan. Het was ergens in begin december of zo. En dan zei ik, pap, ik ben eruit gestuurd. En toen werd hij zo kwaad. Dat zijn dochter, hij vroeg helemaal niet aan mij van, was je dan vervelend? Of deed je iets fout? En toen is hij met me gaan praten. Zei hij, en ik ga nu naar school. En dan ga ik hem zeggen dat als hij dat nog één keer doet, ik hem ondersteboven in de kerstboom hang. En dat deed hij.
niet hem in de kerstboom hangen. Maar hij ging dus op dat moment naar school, liep de klas binnen waar al die andere kinderen nog braaf zaten. En hij zei, en nu wil ik met u praten. Ja. Ja. En als u nog één keer tegen mijn dochter Wilma Nanninga gaat schelden, dan hang ik u ondersteboven in de kerstboom. Dus die klas, een beetje lachen. En die man deed ook helemaal dit weg. Ik zie dat gezicht nu nog voor me. Hij heeft het nooit meer gedaan. Toen ik heel jong was, maakte ik al liefdesgedichtjes en romans en wat ik allemaal niet tikte. Ja. Ik ben een hele actieve briefschrijver, nog steeds. Ik hou van schrijven. Ja. Met een vulpen. Ja, nog steeds. Ja. Heel ouderwets. Ja. Ik mail wel en zo. Ik doe allemaal digitale dingen en Twitter. Ik kan het allemaal, maar ik ben ook gewoon van de echte brief. En die Gerard Cox, Onze Gerard Cox. Rotterdamse. Ja, ja. Die vertelde mij dat. Dat was een leuk stukje in het interview van vorig jaar. Toen zei hij tegen mij als Amsterdammer. Ja, meneer De Groot. Je hebt in Rotterdam elk jaar de Europa-run. Dat is voor het goede doel. Dat staan er honderdduizenden mensen op de Coolsingel. Ik heb er nog nooit een bericht over in de Volkskrant gelezen. Laat staan dat ik er een shot van op de televisie heb gezien. Maar als de 6 bootjes met versierde nichten door de grachten varen, dan is het voorpagina nieuws. Is dat zo? Ja. Maar jij werkt bij de Telegraaf. Dat is toch eigenlijk wel een beetje een Amsterdamse krant. Merk je dat zelf ook wel? Dat die weet je wat het is? Je moet uitleggen dat het hier leuk is. Dat je hier Rotterdams Filmfestival hebt. Dat je hier dat je straks op de Brouwersdam concentratie hebt. Dat er meer bestaat ten zuiden van Amsterdam dan ze denken. Maar word je daar niet moe van dan, om dat uit te leggen? Nee hoor. Nee? Maar het gebeurt wel regelmatig nog. En wijzen... En dat Boymans van Beuningen bestaat, weet je wel? Ja. Jongens, dat is leuk. Maar wijzen ze er dan ook op? Ja, wat zeggen ze dan? Nou, nu zeggen ze, ja Wilma, want ik ben nu de baas. Oh, op die manier. Oniva. Ik heb ook nooit me geschaamd voor het inzetten van je charmes. Ik weet nog dat het interview waar we het net over hadden met generaal Schwarzkopf na de Golfoorlog, dat heb ik voor elkaar gekregen door een heel diep décolleté. Want het was een bijeenkomst waar ik niet was uitgenodigd. En toen, ik had een jurk met een décolleté tot hier, van met veertjes. Het lijkt wel... Zo'n echoput. Hallo. Ja, precies zo. Okay. Ja. En hij was in Nederland voor het eerst. En er was een heel strikt toegangsbeleid. Maar ja, niet zoals nu, hè, met allemaal beveiligers. En die riepen van, mevrouw, ik zeg, mijn man is al voorbij. Dus ik voet die zaal in. En daar stond hij. En ik dacht, oké, lachen en doorlopen. En hij stond daar allemaal mensen een handje te geven en ik ging er zo op af. En ik gaf hem een hand en ik zei, we willen u bedanken voor dat u Europa heeft behoed voor deze vreselijke oorlog. Dank u wel. En die man, die was net terug uit de oorlog, die dacht, wat is dit nu? En ik heb daar een half uur met hem staan praten. Ik dacht, ik let op niemand. Want er waren allemaal mensen die begonnen te duwen en zo en ze moeten weg en zo. Maar ja, wij waren... Gewoon, of zo. Ik weet niet hoe dat ging. Maar we waren echt heel goed in gesprek. En hij vertelde een prachtig verhaal. En toen eigenlijk was het klaar. En toen had ik mijn interview. Ik zal nooit vergeten, ik kwam terug op de krant. Helemaal euforisch. En toen heb ik eerst 10 minuten zitten huilen. Gewoon achter dat toetsenbord. En toen zei mijn hoofd, ja, wat is er nou? Ja, ik heb het. Ja, schrijf het dan op. En ik kon het helemaal niet meer. Ik was helemaal geblokkeerd. En toen uiteindelijk hij kopjes thee halen en zo. En dan ging ze dan schrijven. Maar het meisje heeft het op school vrij goed gedaan. Ja, want ik mocht naar de brugklas van het Comenius in Capelle aan de IJssel. Waarom zo ver? Of is dat niet ver? Ja, dat kon je op de fiets doen. Hè. Niet dat ik dat ooit deed, hè, want ik liet mijn moeder me wegbrengen. Er was altijd wel wind, regen of anderszins... Nederlands weer. Heel vreselijk en dat kon ik echt niet aan. Maar
dit was ook zo'n vooruitgeschoven post. Dat je was zo'n school met de hele jonge leraren tussen de 25 en de 30. Oh? Ja. Oh. Wij verliefd op je leraar worden? Ja hoor. Ja? Dat deden wij gewoon. Ook wel? Ja. Ja. Oké. Okay. Meneer Oldebeuving. Ja. Hm. En Bas Bekaak van een wasbord. Echt waar? Ja. Sixpacky? Ja. Oh. Of zijn het herinneringen die verkleurd zijn? Ik weet niet of je je herinneringen kan photoshoppen. Maar, ja, ja, ja. Oh ja, het Comenius. Ja, ja, hier was nou, het vertel dus. Vertel erover. Nou, kijk, ik stond dan achter dat katheder. Ja. En toen heb ik nog de conciërge die ons altijd zo hielp. En die altijd zo lief was, waar je bij uit kon huilen. Ja. Die heb ik toen nog geridderd. Meneer Hansen. Ja. En toen had ik ook nog een wiskundeleraar, meneer Oldebeuving. Dat was echt zo'n lekker ding. Ja. En die ging ik ook iets mee doen, ik weet niet meer wat. En die ging toen op dat podium staan en die ging heel verleidelijk zo zijn jasje uitdoen. En zo. Dat deed een soort striptease echt. Huh? Ja, hij ging natuurlijk niet. Was hij populair bij de... Zeer. Oh ja. Maar we komen de Comenius aan en wat jij nadrukkelijk zegt, de aula, die moet ik zien. Ja, de aula. Maar zijn dat de meest tastbare herinneringen? Ik heb hier voor het eerst geslepen. Weet je wel zo? Wat is slijpen dan? Nou, dat is zo... Och jezus. Zo, ach jezus. Ja, niet te lang, ja, hè? Nee, niet te lang. Ja, nee. Het is een heel net programma. Maar dat... En dan kwam ik helemaal met, zat ik met rode oren op de fiets, want dan was het, ik had zo gedanst. Oh ja? Ja, echt. Want het was de tijd van de poppies en zo. Ja, ja. Je ne regrette rien. Nee, ja, dat is jij die pifaf was dat, ja. En Non, je ne regrette rien. Mooi. Ja, maar dat was een oude zaakdoos. Ja. Die poppies, dat was... Ja, de poppies, dat was pittig. Ja, dat was ook. Ik was verliefd op alle leraren en ik was verliefd op alle poppies. Kijk. Dus er is eigenlijk weinig gebeurd op deze school voor jou? Nee, niet op dat gebied. Nee. Ik schreef liefdesgedichtjes en werd dan... Ja, 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 maar ja. Dat is heel erg romantisch. En, wanneer ben je in het echte leven gaan staan? Toen ik in Parijs woonde. Want toen ik ging weg vanuit de Otto Verdorenplaats naar Parijs. En toen dacht ik ook, oké, dag ouders. En nu gaat het beginnen. Dus ik ben daar ook in Parijs echt het bed ingedoken. Met dat ik denk, oh, als ik daar nu aan terugdenk. Gewoon maar voor om het maar mee te maken. Oké. Ja. Oké. Ik vond er niks aan. Niet? Nee. Ben jij qua karakter een kwetsbare iemand? Of ben je dat in de loop der jaren geworden? Ik ben te raken, maar alleen aan mensen die ik dat toesta. Dus ik denk dat iedereen in zijn leven 5 vrienden heeft. Uh-huh. En ik heb allemaal van die slotgrachten met ophaalbruggen gemaakt. En ik ben niet altijd voor iedereen even open. Nee. Dus mensen als Gordon of zo, ja... Daar overhaal ik mijn schouders op en denk van, nou, weet je wat jij allemaal zegt, dat gaat me niet raken. Maar zoals wij hier zitten te praten, ben jij al wel heel ver. Dus zeg niks naast en ik ga huilen. Nee, ik bedoel, want ik ben in principe niet een, iemand die star is of rigide. Heb je hier nog wel eens naar terug verlangd, naar dit gedeelte van Rotterdam? Wel ook naar die tijd. Nou, als je wel eens iets moeilijks moet doen of zo, hè, voor de krant, of als je denkt van... even gewoon dat je ergens als een berg tegenop ziet. Ja. Dan was het hier zo lekker onbezorgd. Ja. Nou, we woonden hier gewoon en dan kwam je gewoon uit school. En was alles nog zo simpel. Ja. En nu heb je een tijd, dan moet je de hele dag zit je te beslissen. Dus en mensen staan met mij te kijken van, ja Wilma, hoe moet dit? Wilma, wat vind je hiervan? Wilma, dus de hele dag moet je een mening hebben. Je moet alles maar weten. Maar dat zijn wel eens momenten dat ik denk, was ik nog maar 16. Weet je wel dat je... Ja. Dus toen heb ik hem verkocht aan mijn broer. Ja. Ja, die werd natuurlijk knettergek, want die had wel zijn rijbewijs. Maar die werd op elke hoek klem gereden door de politie.